Ik heb 6 jaar in de geestelijke gezondheidszorg gewerkt als persoonlijk begeleider. Toen ik hier op het CS kwam werken, viel me eigenlijk op dat er heel weinig afstemming was met de hulpverlening. En na een overleg met de teamchef besloot om dat op te pakken. Naast hun reguliere werk bieden agenten van het team openbaar vervoer ook een luisterend oor aan de rondhangende verwarde, verslaafde en dak- en thuislozen op het Centraal Station. Ik spreek hier de rondhangende mannen en vrouwen aan. Ik luister naar ze, kijk waar ze behoefte aan hebben. Met onze ketenpartners bepalen we eigenlijk dan de aanpak voor de persoon. Zo proberen we eigenlijk de beste ondersteuning te bieden. We hebben hier een tijdje last gehad van een Ierse mevrouw. Die Ierse mevrouw die zorgde voor de nodige overlast door hier te bedelen. Zag er zeer onverzorgd uit. Juist door intensief met onze ketenpartners samen te werken, hebben we er eigenlijk voor gezorgd dat deze mevrouw weer gerepatrieerd is naar Ierland. En daar is zij overgedragen aan het hulpverleningskader en krijgt ze daar nu de best mogelijke hulp. Iedere kwetsbare heeft zo zijn eigen verhaal. Samen met de hulpverlening zet de politie zich voor hen in.